Het is vrijdag 28 februari. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Miljoen minder voor havenbedrijf. Gewonden bij aanrijding op Randweg Rotterdam en Dordrecht loopt warm voor de grootste tentoonstelling ooit. En vast het weer voor morgen. Zaterdag is het wisselend bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De matige wind uit het zuiden tot zuidoosten en een temperatuur van een graad of 8. De winst van het Rotterdamse havenbedrijf is vorig jaar iets gedaald. Er is minder havengeld binnengehaald en door de investeringen in de Tweede Maasvlakte is de schuldenlast opgelopen. 2013 was ook een veiliger jaar met minder ongelukken. Om nog veiliger en efficiënter te werken vraagt het havenbedrijf wetgeving voor bijvoorbeeld het gebruik van drones. De winst van het havenbedrijf in Rotterdam is weliswaar licht gedaald met 1 miljoen naar 227 miljoen euro vorig jaar. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht gaat met de Rotterdamse haven. Want door de grote investeringen in de voorgaande jaren, met name van Maasvlakte 2, zien we dat vanaf 2013 onze rentelasten en afschrijvingskosten zijn gestegen. Dus die winst die is eigenlijk voor de toekomst, als het goed is? Ja, correct. Dat is door de investeringen van de afgelopen jaren en we verwachten daar weer groei mee te kunnen realiseren in de komende jaren. Voor de gemeente Rotterdam betekent de winst van het havenbedrijf een flinke financiële opsteker. De gemeente Rotterdam is voor 70% aandeelhouder van het havenbedrijf. En daarmee is ons voorstel dus om een dividend uit te keren aan de gemeente Rotterdam van bijna 62 miljoen euro. Nou, dat is een mooie opsteker, hè, voor de gemeente in deze zware tijden. Ja, dat is een dividend die ze jaarlijks van ons krijgen. Maar ook dit jaar is het dus weer bijna 62 miljoen die we willen uitkeren. Overigens nam het aantal zeeschepen dat Rotterdam aandeed verder af. Naast gewoon minder afvaarten komt dat door steeds grotere schepen. Schaalvergroting is eigenlijk het woord. Je ziet het op alle fronten, vooral bij de containerschepen. Die zie je echt snel groeien. Halverwege vorig jaar hadden we een schip van Maersk, 18.500 containers. En een half jaar daarvoor was het nog een schip van CMA, CGM met 16.000 containers. Het Rotterdamse havenbedrijf vindt dat de overheid haast moet maken met wetgeving rond het gebruik van nieuwe technieken. Niet alleen om efficiënter en dus goedkoper te kunnen werken, maar ook voor de veiligheid. Laten we doen mee in een Europees project, gebied van drones. Dat doen we ook samen met de kustwacht bijvoorbeeld. Want op dit moment kunnen drones, onbemande vliegtuigjes, nog niet ingezet worden. Nee, ondanks dat je ze op alle mogelijke wijzen kan kopen als particulier, voor de overheid is het nog niet toegestaan om ze echt te gebruiken. Binnen 3 jaar moet er wetgeving zijn om te kunnen werken met nieuwe technieken, vindt het havenbedrijf. Bewoners aan de Randweg in Rotterdam zijn er helemaal klaar mee. Gisteravond vielen bij een ongeluk veroorzaakt door een hardrijder zonder rijbewijs 5 gewonden. Volgens bewoners is dit schering en inslag. Donderdagavond botst een auto met 5 inzittenden op de Randweg op een aantal geparkeerde voertuigen. De 5 inzittenden worden allemaal afgevoerd naar het ziekenhuis. De 20-jarige bestuurder wordt aangehouden. Hij is niet in het bezit van een rijbewijs. De volgende ochtend zit de schrik er nog goed in bij de bewoners. Zo ook bij ooggetuige Shirley. Gisteravond rond 10 uur liep ik hier mijn hond uit te laten. Ik ging die richting op. En ineens kwam er met een keiharde flits een auto voorbij. En ja, daar schrok ik zo erg van dat ik me direct om heb gedraaid. En ik hoorde een hele harde knal. Dus ja, ik keek daarheen en ik zie allemaal vlammen uit die auto komen. En die had zoveel auto's geramd. 1 auto is helemaal de stoep opgevlogen. Ja. Die mensen die reden ongeveer 90, 100 kilometer per uur. Ook Piet van Hengel woont aan de Randweg. Zijn geparkeerde auto is gisteravond flink beschadigd. Ook hij maakt zich grote zorgen over de hoge snelheid waarmee auto's langs zijn huis razen. Bij vlagen dan hoor je weer ineens een soort van raceauto over de weg schieten. En ja goed, er is geen remming hier. Heeft u het al eerder aangekaart? Ja, tuurlijk heb ik het al aangekaart. Er gebeurt niks? Nee, helemaal niks. De gemeente weet het, ik heb het via de mail gedaan, de wijkagent weet het. Nog steeds niks gedaan. Voelt u zich nog veilig? Als ik op de stoep blijf. Maar wat er vannacht of gisteravond gebeurd is, hoef je ook niet op de stoep te lopen. Ik denk dat ze misschien toch wat vaker moeten gaan controleren hier. Of wegversmallingen gaan maken. Ja, er moet nu echt wat gedaan worden. Gelukkig geen doden, dus wat dat er gaat is dat dit keer nog uitgebleven. Maar ik hou me hart vast voor de toekomst, want dat vandaag of morgen gebeurt echt wat. De deelgemeente Feyenoord laat weten de klachten van de bewoners serieus te nemen. Verkeersmaatregelen worden daarom niet uitgesloten.
En op de Beverwaardse weg in Rotterdam zijn vanmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Bij die aanrijding is een vrouw gewond geraakt. Het slachtoffer raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding. De Beverwaardse weg was enkele uren afgesloten. Buslijn 140 van de RET werd omgeleid. En zometeen, Dordrecht maakt zich op voor de grootste tentoonstelling uit de geschiedenis. Een van de pronkstukken is het 200 jaar oude paard van koning Willem II. Willem II was eigenlijk zo trots op zijn paard. Het was zijn geliefde paard dat hij dat ook tussen de schilderijen, tussen zijn collectie, heeft hij die neergezet. We hebben dit kunnen lenen vanuit de koninklijke verzamelingen. En dat is natuurlijk wel een heel mooie toevoeging voor de tentoonstelling. De voetballers van het Nationaal Doventeam hebben 15.000 euro nodig om mee te kunnen doen aan het Europees kampioenschap in Bulgarije. Omdat het team geen financiële steun van de KNVB krijgt, is een van de deelnemers, CC, bij zijn club in Rotterdam met een inzamelingsactie begonnen. Ik ga hem roepen, let op, CC. Kijk, daar gaat hij. We staan te kijken. Maar ik kan hem nu niet roepen. Ik kan wel via een speler. Een doventolk doet wonderen langs de lijn van SV Ommoord in Rotterdam. Waar CC traint. Maar voor wat eigenlijk? Want wegens geldgebrek zit het EK voor dove voetballers in Bulgarije er niet in. En de KNVB die vindt dat wij doven, dat we niet goed genoeg spelen. Dat we niet horen bij de gehandicapte sport. Omdat we daar te gezond voor zijn. En dus dan vinden ze dat wij meer bij de horende spelers horen. Ik begrijp het ook niet. Ik bedoel, het is toch het Nederlandse team, wel voor de doven. Maar ik begrijp niet dat daar geen geld voor vrijgemaakt wordt. Dus komt de dove voetballer in actie voor het hele team. Een eerste oproep heeft ruim 300 euro opgeleverd, terwijl er 15.000 euro voor reis en verblijf nodig is. Als het nu dus stopt, dan zal het definitief stoppen. Dus ik denk dat we gewoon alles aan moeten doen, met z'n allen, om die jongens naar Bulgarije te laten gaan. Professionele horende spelers die krijgen geld en middelen, ja, moeten alle andere professionele spelers ook kunnen krijgen. En zo om Nederland te laten zien dat wij steun nodig hebben. En zo dat we dat zo hard kunnen aanpakken en dat de KNVB ook mee wil werken. Kijk voor meer informatie op de website van RTV Rijnmond. Ja. Hoe weet ik nou zeker dat u alles goed vertaald heeft? Ja. Vertrouw op mij. En zondag is het Feyenoord-Ajax, de klassieker in de Kuip. Hoe staat Feyenoord ervoor, Dennis van Eersel? Ja, iedereen is fit, iedereen is weer inzetbaar. Ruud Vormer stond lang aan de kant met een liesblessure. Hij zou eventueel weer kunnen spelen. En Bruno Martins Indy keert terug van een schorsing. Of hij gelijk weer in de basis staat, dat is trouwens wel dubieus te noemen. Terence Congolo deed het goed, hè, de laatste weken. Misschien laat Ronald Koeman Joris Matthijssen wel staan achterin. Dus ja, over de exacte opstelling, daar zijn nog wat vraagtekens. Eén vraagteken kan ik wel veranderen in een uitroepteken trouwens. Want natuurlijk staat Graziano Pelle in de basis van Feyenoord tegen Ajax. Ook ondanks zijn woede-uitbarsting van vorige week tegen Twente. Daar kwam trainer Ronald Koeman trouwens nog één keer op terug. Ook op alle ophef die volgde op die acties van Pelle. Nou ja, oké. Van ieder wordt verwacht dat hij zich op een goede wijze gedraagt. En met een bepaalde emotie, die ook zondag zal zijn, op een goede wijze mee omgaat. En dan kun je niet zo laten gaan. Maar ik verwacht wel een betere scheidsrechter. Ik kan het niet laten, hè? En dan is er mooi nieuws voor Feyenoorder Jean-Paul Boetius, Dennis. Ja. Hij is door Louis van Gaal geselecteerd voor de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Frankrijk. Ja, prachtig. Voor hem kan zijn debuut dus maken in het shirt van het Nederlands elftal. Ook een aantal ploeggenoten zitten opnieuw bij de definitieve selectie van Louis van Gaal. Het gaat dan om Bruno Martins Indy, om Jordi Klaassi die er definitief bij is gehaald. En natuurlijk Daryl Janmaat, Stefan de Vrij. Opmerkelijk genoeg is ze afgevallen bij de selectie van Vergaal. Maar goed, Boetius, hij natuurlijk het feestvarken van vandaag. We vroegen aan hem hoe hij zelf dat nieuws in ontvangst nam, dat hij voor het eerst definitief bij Oranje zit. Nee, ik hoorde het net voor het eind van de training van de trainer. En hij gaf me een oranje hesje en hij zei gefeliciteerd. En toen zei hij van, weet je wat ik bedoel? Nou ja, uiteindelijk, je hoopt er natuurlijk op. En je zegt het wel tegen hem van, ja, ik denk dat ik geselecteerd ben. Hij zei, ja, gefeliciteerd.
Ja, en Van Gaal heeft een keer eerder gezegd dat hij wil toewerken naar een vast elftal. Vanaf deze komende oefening in het land. Dus wie weet, Boetius naar Brazilië. Wie zal het weten? We wachten het af. Dankjewel, Dennis van Eersel. En straks FC Rijnmond, Etienne Verhoef, met een debutant, AD-journalist Mikos Gauka. Die zijn licht laat schijnen over onder andere Sparta, maar ook Feyenoord-Ajax aanstaande zondag. Ja, er is zeker genoeg te bespreken natuurlijk met die klassieker op het programma, Feyenoord-Ajax. Maar er is ook genoeg gebeurd bij Sparta de afgelopen week. Ook daar gaan Mikos en Jan-Dirk Stouten over praten in een nieuwe FC Rijnmond. We zijn er over een kleine 10 minuten. Ik hoop dat iedereen ook kijkt dan. Dankjewel, Etienne Verhoef. Dordrecht staat aan de vooravond van de grootste tentoonstelling die ooit in de stad is gehouden. Hij heet Willem II Kunstkoning. Een bijzondere expositie van de kunstverzameling van Willem II. De Nederlandse vorst die 200 jaar geleden regeerde. Koning Willem-Alexander komt de tentoonstelling aanstaande dinsdag openen. En wij mochten voor onze koning uit alvast een kijkje nemen. Koning Willem II was echt een hele prachtlievende koning. Hij heeft eigenlijk in zijn jeugd al heel veel landhuizen in Engeland bezocht en kunst gezien. En is op een gegeven moment echt als een hartstochtelijk verzamelaar schilderijen bij elkaar gaan brengen. En heeft echt een collectie van wereldformaat bij elkaar gebracht. Maar de verzameling is verstrooid geraakt. Na zijn dood liet Willem II flinke schulden na. En dus moesten zijn werken worden geveild. Het was zo dat tijdens de veiling in Nederland er eigenlijk helemaal geen belangstelling was voor die topstukken van Willem II. Maar juist vanuit het buitenland sloegen alle belangrijke verzamelaars en musea toe. En daardoor zijn eigenlijk allerlei topstukken naar de Hermitage in Sint-Petersburg gegaan, naar het Louvre in Parijs, naar de National Gallery in Londen. En helaas in Nederland is er nauwelijks iets achtergebleven van die prachtige collectie van koning Willem II. Het Dordrechts Museum heeft het dus voor elkaar gekregen om een hoop werken weer bij elkaar te brengen. En wat dan opvalt is de grote hoeveelheid paarden. Zelfs Wexy, het lievelingspaard van Willem II, was onderdeel van zijn kunstverzameling. Hier komt geschiedenis eigenlijk heel dichtbij. Het is zo dat zowel Wexy als Willem II zijn tijdens de slag bij Waterloo gewond geraakt. En Wexy heeft dat overleefd, net als koning. En is later opgezet. En Willem II was eigenlijk zo trots op zijn paard. Het was zijn geliefde paard dat hij dat ook tussen de schilderijen, tussen zijn collectie, heeft hij die neergezet. En ja, we hebben dit kunnen lenen vanuit de koninklijke verzamelingen. En dat is natuurlijk wel een heel mooie toevoeging voor de tentoonstelling. Dinsdag wordt de tentoonstelling geopend. De eer is dan aan die andere Willem, koning Willem-Alexander. Medewerkers van het museum zijn nu nog druk met het zetten van de puntjes op de i. Maar op tijd klaar zijn wordt geen probleem. We zijn er helemaal klaar voor. Nou ja, ik moet mijn speech nog schrijven, maar verder, we zijn klaar. En hebben er zin in. Spannend moment? Ja, zeker een spannend moment. Ja, ook een eer. Een eer met zo'n tentoonstelling als de koning die komt openen. Ja, heel trots. Met deze grootste tentoonstelling ooit denkt het Dordrechts Museum de bezoekersrecords wel te gaan breken. En over hoeveel bezoekers we het dan hebben? 70, 80.000. Kan het museum dat aan? We kunnen dat zeker aan. We hebben er ook goed over nagedacht. Ook de tentoonstelling is ook groot, over verschillende ruimtes verdeeld. Dus we kunnen heel veel publiek ontvangen. Zeker. Dordrecht, dinsdag opent de koning dus deze tentoonstelling. En u en ik, het grote publiek, is welkom vanaf woensdag. Dat was het. Meer nieuws vindt u op onze site rijnmond.nl. Ik wens u nog een fijne dag verder en uiteraard een prettig weekend.